En Nasir Eskak is de nieuwe directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij nam gisteren formeel het roer over van Putudi Dewi Atmo Sumarto. De ondertekening van het protocol van overdracht vond plaats onder het toeziend oog van minister Bronto Somaharjo en onder directeur Jeffrey Jumanbaks. Eskak zegt dat het voor hem een eer is om te mogen dienen als directeur van Binnenlandse Zaken. Ik ben al geruime tijd verbonden aan dit ministerie en wel tot voor mijn nieuwe benoeming als adviseur in algemene dienst. Het ministerie draagt de verantwoordelijkheid voor de zorg van een aantal beleidsgebieden, verdeeld over drie directoraten die, samengevat, moeten zorg dragen voor een goed personeelsbeleid, een goed administratief-rechtelijk verkeer en het goed functioneren van het overheidsapparaat. Met de instelling van het directoraat HRM is het grootste deel van het personeelsbeleid dat voorheen er sorteerde onder het directoraat Binnenlandse Zaken, nu bij HRM gehuisvest. Dat wil zeggen dat de taakstelling van directoraat BISA, met het wegvallen van personeelsbeleid als een van haar core business, zich nu meer moet richten op verbetering van het administratief-rechtelijk verkeer binnen de overheid. Voordat hij directeur werd, was hij adviseur in de algemene dienst. Eskak wil van het ministerie een efficiënt apparaat maken. Dan heb ik het bijvoorbeeld over de procedures met betrekking tot bevorderingen, benoemingen, schorsingen en het functioneren van het overheidsapparaat. Deze twee zaken, en met name het administratief-rechtelijk verkeer en het functioneren van het overheidsapparaat, zonder daarmee mijn voorganger tekort te doen, want mevrouw Amat Sumarto heeft een goede job verricht, vormen voor mij de speerpunten van beleid voor de komende periode om een succesvolle transitie te kunnen maken naar een efficiënte en effectieve, meer HRM-gerichte overheid. Alus de nieuwe directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Nasir Eskak. Hij is vol lof over zijn voorganger Amat Sumarto, die volgens hem goed werk heeft verricht.